heb pannenkoeken met Nutella en dit heerlijke sapje met strawberry en banaan. En dit ga ik lekker opeten. En ik ben met Kiara in de stad en ga zo meteen mijn telefoon laten maken, want die is kapot. Ik laat zo zien waar die kapot is. En ik ga hem zo meteen laten maken. En het is nu 9:10. Of 9:10. Dus we gaan lekker eten. En ik spreek jullie zo weer. Jongens, ik heb dus een nieuwe telefoon. Het is nu woensdag 28 augustus. Kwart voor één. En ik heb dus de iPhone 5C. Ik ben echt super blij mee. En ja. We zitten dus in de trein onderweg naar Amsterdam. Want we gaan naar Global vandaag. En daar zien we Be Brave. Dus dat is super chill. En ik ben met haar. We hebben net een super leuke foto gemaakt op Insta gezet. En die ga ik jullie nu even showen. Hij is echt prachtig. Dit is de foto. De mooiste foto ever. Dit is de foto. En hij heeft nu al 31 likes. Kijk. Ik ben super blij met mijn telefoon. En ja, ik zie jullie zo weer. Naar Zoetermeer. En we gaan naar de verjaardag van Samantha, die is vandaag 19 geworden. En ik ben met Kiar en Jame. Dat is logisch, maar goed. Even kijken hoor. Wacht. Je staat niet scherp, dus... Oh, jawel. Hallo, ik film je om je hoofd te filmen, niet om je achterhoofd. Film je allebei. Ja, beter. Oh, ik moet dus even weg. Ja, ik dus ja. Oké. Nou, we moesten dus even stoppen omdat er heel veel mensen langs moesten. Maar ja, ik heb heel veel zin in de verjaardag van Samantha en jullie. Ja hoor. Jane. Ja. Oh. Allebei dus? Alleen niet echt over, maar ik heb er al zin in. Niet echt over zo, dat ding beukte tegen. En we hebben er al heel lang niet meer gezien. Heel lang? Ja. Ik heb er al... Zaterdag hebben we het voor het laatst gezien. Bij ja, Fashion Tube. Ja, inderdaad. Een half jaar? Oha. Wij hebben het voor het laatst zaterdag gezien bij Fashion Tube. Ja. Maar we gaan dus ja, daarheen en dan denk ik daarna weer, wat doe je? Daarna weer normaal, geen foto's maken. Daarna weer terug naar huis. En dan, mooie foto. Ja. Wat? Ik weet echt niet wat ik allemaal moet vertellen. Ja, dat je lipstift. Dat je Mira's vlog aan het overnemen. Grappig. En ik ben er ook. Dus, ik kan zien jullie zo mooi. Ik kan inzoomen. We zijn dus op de veertig van. Hij is aan het filmen. Oh ja, je bent helemaal hier. Ja, dat vind ik niet leuk. Kijk, hij is uitgezoomd. We zijn weer van Samantha. Ja, nog blij. Even inzoomen op Jamie. Oh, hij kon niet verder. Wat jammer. Nou, en... Ja. En Larissa? Zo gemeen! Zo, echt heel hard. Ik ben het goed in vloggen. Zie je dat? Is. Heel reactie filmen. Mijn reactie filmen? Van wat? Moest er dan beestjes mee rijden? Van mij moet mijn moeder aan die hulp thuis. Ja. Maar die moet naar Den Haag. Dus dat is niet interessant. En Kiara is er ook natuurlijk. Dat is even van dat plek. Nou, natuurlijk. Ja, dat is het. Ja, hij staat op. Hi. Oh, precies die ster voor je ogen. Leuk. Dat was leuk. Nog een keer. Yay! Hey, want op metrostation is er een metrostation. We zijn nog weer achter. Het is gewoon mijn soort film. Ja, oké. Dus je weet niet wat ze doen. Serieus hoofd. Zoom in. Of ben je al ingezoomd? Ik ben al ingezoomd. Zo, wauw, je bent een slecht ding. Wanneer staat een vierkant op je scherm? Ik weet het niet. Hij staat hier zo, ik weet het niet. Hij is zo aan. Nou, we zijn dus op de verjaardag van Samantha. Kom. Kom, kijk eens eventjes. Even gezellig. Ja. En Janira is hier. Oh, ook echt heel mooi zo langs mijn hoofd. En Kiara.
Zo erg ziel zijn. En daar is Larissa en Samantha de mama. Samantha, mooi. Je hebt geen naam. Ik weet even de naam niet meer. En daar is Jamie. En Jamie en ik nemen eigenlijk even zo vlog over. Je hebt toch niet ingezoomd, hè? Nee. Op dit moment wel, maar hij is niet scherp. Oh, dan moet je hier klikken, die. Op die? Ja. Maar niet helemaal klikken. Nee. Een beetje indrukken. Ik snap het niet. Je hebt niet gefilmd, je filmt niet van. Oké, we zijn nu... Volgens mij worden in ieder geval weer... Doet hij het niet? Doet hij het niet? Doet hij het niet vandaag? Ja, ik weet toch niet wanneer... Ik kan toch niet met mijn ogen helemaal naar de achter kijken? Maar we waren net bij, komen net bij Samantha vandaan, althans net een uur geleden ongeveer. En Jamie dacht dus dat het bus na om het half uur gaat. Nou, dat was dus niet zo. 'S Avonds gaan de bussen dus om het uur. En ja, nu kwamen wij dus bij Zoetermeer Centrum aan. En toen zagen we op het bord staan 54 minuten. Dat we moesten wachten. Dus toen dachten we, ja, wat gaan we doen? Gaan we Zoetermeer nog even in? Nou, Zoetermeer is dus dicht. We dachten, nou, we gaan dan met McDonald's wel in. Dicht. Ook dicht. Dus toen zijn we maar hier zo. Wacht, ik ga het even laten zien. Hoe ga je inzoomen? Oh ja, dat moest je ook weer zo doen, hè? Wacht. Oh, shit. Oh, fuck. Hè? Huh? Waarom doet het niet? Ja, klopt niet. Daar. Oké, nou daar waren we dus net wezen eten, althans, we hebben eten gehaald, zijn we naar beneden gegaan. Patat die echt niet tevreden was. En daar hebben we dus een patat gehaald met mayo, maar normaal, althans ik ben gewend, dat je in zo'n bakje krijgt, zeg maar. Oh, hou mijn bril eens even vast. Dat je dat in zo'n bakje krijgt. Maar je kreeg het nu dus gewoon... Ik ga het niet meer uit de prullenbak halen, want het ligt namelijk in de prullenbak. Maar in... Remia? Heet dat zo? Remia kneeping. Oh, zo'n knijpzakje. En dat was echt zwaar kut, want waar moet je dat op... gooien, zeg maar, weet je. Dus ja, dat was echt zwaar kut en de patat was echt niet lekker. En oh, we moeten nu trouwens nog maar 10 minuutjes wachten en de bus staat hier zo. 11 minuten. Whatever. Ik kan nu alles beter goed zien. En echt? Nou, dat is dus Jamie met een bril. Ik zie gewoon letterlijk alles dichtbij. Mooi. Ik zie Kiara zelfs in HD. In HD? Oh, are you kidding me? Maar ja, dus ja. Nu, ja, dit staat op film. Oh. Dus nu gaan we nog 10 minuutjes wachten. En meen je niet? Ja, hou je mond over regenen, want het ging gewoon je ook. Het regent helemaal niet. Ja, maar het komt toch. Maar ja, dus nog 10 minuutjes wachten en dan de bus in. En dan hoe lang moeten we in de bus zitten? Jullie 25 minuten, ik een kwartier. Oh, nou. Ik moet dus 25 minuten met Kiara in de bus zitten. En dan komen we daar zo pas om. 25. Oh joh. Om 10 voor 12. Oh, het regent wel. Komen we daar dus pas aan. En dan, ja. Dan moet ik, Kiara moet nog fietsen. Een half uur. Zoiets. Nee, 15 minuten. Nou, 15 minuten. En ik moet nog 15 minuten met... Ik word shit nat. 15 minuten met de tram. En ik hoop dus dat mijn tram gewoon nog rijdt, want anders ben ik te sjaak. Want dan... moet ik een uur lopen naar huis, dus dat gaat... Nee, dat wil ik niet. Nee. Duh. Welke mogol wil nou... Een uur lopen. Om naar huis. Nobody. Nou dan. Ik heb een keer een half uur moeten lopen, maar mijn OV kwijt was het toen bleek hij uiteindelijk in mijn tas te zitten. Lol. Nou, dan ben je echt een flapdrol. Ja, ik had daar gekeken, maar dat zat hij toen niet. Wow. Jij dat net, Jamie. Alles draait. Met mijn OV. Hè? Mijn OV? Oh mijn god. Ja, ik was dus net helemaal in paniek. Nou ja, in paniek. Ik stond, de tram kwam eraan. Normaal heb ik altijd mijn OV in mijn handen. Want toen denk ik, ja, dat check ik gelijk in, weet je. En nu was dus gewoon mijn OV in mijn broekzak. Maar dat voelde ik niet. Dus ik was helemaal in de stress en ik was blauwe bes aan het eten. En ik helemaal in de stress... Mooie onderkin, by the way. Je filmt al een half uur zo. Maar omdat mijn arm lam wordt. En Kees... Die heeft dus gevraagd of Jamir en ik ooit weer een keer snow willen borden of zo. Ergens waar in Nederland. Dus dat gaan we waarschijnlijk ook doen. In Zoetermeer of in Beverwijk. Ik weet niet meer waar dat was. Whatever. Kan het niet. Ja, Jamie kan het dus niet. Maar ik hoop nog terug op mijn OV. Ik ga het vloggen. Ah, je mond. Maar dus terug op mijn OV. Ik was dus helemaal in paniek.
En toen, oh, kan je dat ding zelf niet even vasthouden of zo? Ja, beter. En toen zat hij gewoon, wacht. Toen zat hij gewoon hier zo, in mijn zak. En toen dacht ik echt zoiets van, oké. En Kiara zei, Jamia zit gewoon in je zak. Jee, 55, Delfstation, stap op de bus. En we moesten nog 8 minuten wachten, maar goed. Oh. Maar dus toen had ik hem eindelijk gelukkig gevonden. En toen dacht ik, oh, maar dat is wel het gelijke pak voor je hart. Dan denk je, heb je echt zo'n stress? Van nee, shit, zit me ook weer. En dan denk ik, nee, dadelijk gaat mijn tram weg. En dan echt zo van, ja. Maar... Kiara, heb jij nog wat te zeggen? Nee. Oh, hoe vinden jullie trouwens een bril bij mij staan? Het slaat nergens op. Ik voel me echt zo'n... Maar ik kan wel alles zien. Mooi, helder. Maar je gaat niet zeggen dat wij dezelfde sterkte hebben, hè? Nee. Misschien wel. Misschien ook niet. Ik zie gewoon letterlijk alles helder nu. En als ik zo doe, zie ik gewoon... Wow. Oh my god. Ik kan dat bord zie ik niet eens. En als ik dit op zie, zie ik het gewoon duidelijk. Dat Stadshart Zoetermeer zie ik gewoon heel wazig. Ja, dat heb ik ook. Oh my god, dit is eng. Oké, ik ga denk ik ook een bril kopen. Ja. Ik doe het niet voor mijn lol, hoor. Nee, maar ik wel om een beetje bedweterig over te komen, eigenlijk. Ja, jij bedweterig. Lol. Nee, laat maar. Ik zie eruit als een strenge mevrouw. Ja. Nee, meisje. Nee, meisje. Ik voel me echt zo'n studienerd die alles weet. Dus ja, ik zie jullie zo als ik thuis ben. Ik weet niet of ik thuis nog ga vloggen. Maar dankjewel voor het kijken. En Jamira sluit de vlog af. Oh, wat moet ik dan zeggen? Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Oh, nou, dankjewel voor het kijken. En, Ja, ga erbij staan, want dit is eenzaam. Ik ben loner. Ik ga zo staan. Oh, dan ga ik er. Nee. Oké, 3, 2, 1. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei. Nou, duimpje omhoog. Oké, doei.